Mijn vriend loopt watertandend achter ons aan. Zij trekt mij onze slaapkamer in en gooit de deur dicht voor de neus van mijn vriend. Kijk, ik kon 3 dingen doen. Ik kon weggaan, ik kon vreemd gaan of ik kon het aangaan. Meerdere geliefdes heet dus in de volksmond polyamorie. Maar ik krijg dat gewoon mijn bek niet uit. Gewoon omdat je dan meteen weer wordt ingedeeld in een hokje. Een hokje met een clubhuis en een ledenpas. En hoe vertel je dit aan de buitenwereld? He, en aan je ouders, aan je schoonouders. En aan welke schoonouders? Ik heb nu 2 schoonmoeders. Ik heb 4 schoonouders. Ik heb 8 schoonopa's en oma's. Gelukkig is de helft al dood. Ik was uitgenodigd om de Pride te komen vieren op de lesboot. Maar ik dacht, ben ik dan ook meteen lesbo als ik daar opstap? He, en praten we tijdens de Pride niet in hokjes, maar in bootjes? He, de bi-boot, de queerboot, de intersexe conditieboot, de aseksuele boot, de transboot. En op welk bootje hoor ik dan?